shirttrackploeg ligt natuurlijk een vraag onder. Hoe gaan we als ploeg verder zonder Lara van Ruiven, die zo belangrijk was voor het team, regerend wereldkampioen op de 500 meter. En ja, dat is een titel die ze helaas nooit meer zou kunnen verdedigen. Ze zal gewoon altijd bij ons blijven. Al onze prestaties zijn gewoon voor altijd ook dankzij Laar. Van Ruiven, Schulting. Van Ruiven moet hem nu nog één keer aantrekken. Het hele seizoen doet ze dit al. En dan doorkachelen en de deur dicht doen. Voor Schulting een dilemma. Haar maatje Van Ruiven rijdt daarvoor. En ze gunt haar die gouden medaille. Maar Schulting... Dat vindt zij ook het allermooiste als haar teamgenoten heel hard rijden. Van Ruiven gaat het doen. Lara van Ruiven gaat goud pakken op de 500 meter. Nu nog die paar klappen. Er wordt nee. Ze doet het niet. Maar de scheidsrechter zijn aan het terugkijken. Van Ruiven pakt hem. Van Ruiven pakt hem. Valt Sipina krijgt de penalty. Lara van Ruiven, je bent wereldkampioen. Een unicum. De droom is uitgekomen. Ja, mijn droom is uitgekomen. Ik ben zo blij. Ja. Gek om te zien. Nou, hij komt... Komt even binnen. Je ziet wel de kwaliteit van de redder. Dat is echt ongelooflijk. En je vraagt, wat gaan we missen? Welk fundament haal je eigenlijk uit zo'n damesteam? En dat is ja, zo'n 500 meter. Dat is niet alleen die 500 meter. Het is ook wat ze uitstraalt richting het team. En wat denk je van een relay? Starten met Lara op een relay was eigenlijk al een eerste plek. En dan van daaruit moest je hem rijden. En in de mix relay die nu toegevoegd is, twee dames, twee heren. Ja. De eerste vijf ronden worden door de dames gedaan. Dan rijden we op kop. Gegarandeerd. En dat is natuurlijk mega belangrijk ook als coach. Hoe ga ik dat sportieve gat opvullen? Maar ja, wat we bij Suzanne zien, dat heb jij natuurlijk ook. Je hebt zoveel tijd met haar doorgebracht. Dat is dan 3 maanden geleden. En je gaat verder met de sport. Maar dat blijft natuurlijk een enorm gat. Zeker. Ik heb al uitgerekend rond die tijd. Meer dan 1000 dagen samen in een hotel verbleven. Overal in de wereld. Of het nou in Tokio was of ergens in Salt Lake City. In al die landen daartussen waar je dan wedstrijden reed. Ja, dan maak je nogal wat met elkaar mee natuurlijk. Je zit bij elkaar aan op ontbijt, lunch, je traint, je praat. Ja, dit is een gigaverlies. Suzanne, waarom is het nu zo confronterend eigenlijk om dit te zien? Het was echt een heel mooi filmpje ook. Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk alle beelden achter elkaar. En... Ik denk dat heel veel teamgenoten van mij soms wel zoiets hebben. Nou, die gaat er makkelijk mee om. Of... Die traint makkelijk of het gaat door, maar blijkbaar komt het nu... Het komt op de meest onverwachte momenten, komt het ineens binnen. En ik had het echt niet verwacht. Maar het blijft gewoon... Het is gewoon heel apart. Dat op de een op andere dag iemand gewoon uit het leven is weggerukt. En er gewoon niet meer is. En dat is gewoon... Dat is heel intens. Ja. Vooral ook omdat het je zo overvalt dan. Nu, ja, maar ook op andere momenten. Ja, het overvalt me nu heel erg. Ik had het niet verwacht dat het me zo zou overvallen. Moet je het ook wegstoppen om door te kunnen gaan? Om te blijven presteren ook? Ik denk niet dat je het per se moet wegstoppen. Maar je moet het wel accepteren dat het zo is. Ja. En hoe moeilijk dat ook is. Ja. Ja. Maar je moet toch door.